Ik ben David Grim, ik ben 27 jaar. Ik werk als projectleider bij het Reshape Innovation Center en ik woon in Utrecht. Ik heb de studie Biomedische Wetenschappen gedaan en ben vervolgens gaan zoeken naar wat wil ik nou precies. En uiteindelijk kwam ik het idee om meer richting innovatie te gaan, innovatie van zorg en de toekomst van zorg, zorg verbeteren. Met name vanuit het perspectief van patiënten gaan kijken naar wat kan er nou beter. Vanuit het Reshape Center zijn we bezig met 3D-printen om de diagnose van een patiënt duidelijker te maken. Het gebeurde voorheen met 2D-beelden, dus de MRI-scans, de CT-scans, om die gewoon te laten zien aan patiënten. Dat bleek niet altijd even duidelijk. Dus om dat duidelijker te maken hebben we gekeken naar welke technieken zijn er nou om dingen niet alleen maar in 2D te laten zien, maar ook in 3D. 3D-printen is de beste techniek op dit moment om dit te kunnen doen. Alleen al omdat het relatief goedkoop is en het is ook pragmatisch. Want je hebt de beelden toch al. Een MRI-scan of een CT-scan wordt toch al gemaakt. Daar hoef je niks extra's voor te doen. En die is relatief makkelijk te vertalen naar een printbaar object. Voor ons is de reden om met een Ultimaker-printer te werken dat het een high-end consumentenprinter is. Dat maakt het aan de ene kant relatief goedkoop. En aan de andere kant ook heel pragmatisch, want iedereen kan hem bedienen. Dus zowel onze 3D-laboranten die hem gebruiken binnen het 3D-lab van het Radboud UMC, maar ook wij vanuit Reshape en ook zelfs de arts als die zou willen, kan die print maken. De prints die wij met name maken zijn oncologisch van aard en we doen veel met neurotumoren, hersentumoren. En die maken het voor een arts makkelijker om aan de patiënt uit te leggen wat er met hem aan de hand is. Maar voor een patiënt ook weer makkelijker om en beter inzichtelijk om ook een keuze te kunnen maken van dan kies ik liever voor die behandeling, want de risico's van de ene behandeling spreken mij minder aan dan de risico's van de andere behandeling. Patiënten die tot nu toe die 3D-prints hebben gekregen tijdens zo'n consult, om de uitleg te krijgen over de risico's en de behandeling, die reageren tot nu toe heel erg positief. In die zin dat ze aangeven dat ze dus daadwerkelijk beter begrijpen wat er in hun hoofd zich afspeelt, wat er in hun lichaam zich afspeelt. En vervolgens kunnen ze dus ook een betere keuze maken samen met de behandelend arts om te bepalen welke behandeling ze wel willen of welke ze niet willen. Daarmee is het een hele mooie innovatie die we aan de hand van 3D-printen hier in het Radboud UMC kunnen toepassen.